De taxi is er zo. Ja, ik kom. Hier zie je mijn schattekes. Lekker fris water. Dat gaat jullie goed doen, hè. Doe mijn ijs, doe mijn kat. Spits brengt die op mijn kanaris. Ja, die moet naar buiten voordat ze stomme dingen doet. Kom aan, zeg. Seffen zijn er nog te laat. Ja, maar ga maar al. Ik ga kijken dat ik terug buiten kan zwieren. Goedendag, mevrouw. Goeiedag. Waar moet u naartoe, alsjeblieft? Naar de Grote Markt. Maar wacht nog even, mijn man komt direct. Dat is geen probleem, dan wachten we nog even. Daar zit een lotion diep uit. Ik ga moeten opletten wat ik zeg, want als hij weet dat er niemand thuis is... Die is misschien nu al een sms naar zijn maten aan het sturen. En dan is zelfs alles gepikt. Ja, sorry. Hij moest nog even gaan kijken naar ons... Naar mijn moeder. Ja, die woont bij ons. Maar hij kan alle momenten komen, ze. Scheelt het? Ja, je gaat nog wat geduld moeten hebben, want het kan nog even duren, denk ik. Die stomme Trace is onder het bed gekropen en krijgt ze met geen stok van onder. Ik denk zelfs dat ik onder dat bed ga moeten kruipen om ze van onder te krijgen. Hé, hey, mevrouw. Vindt je dan normaal dat hij doet tegen een moeder? Mijn man bedoelt dat niet echt zo. Dat klinkt erger dan dat eigenlijk is. Voilà, daar is precies een kleine oorlog bezig. Luister, ik weet dat bij jullie de gewoonte is om die almenskes in die alpekeshuis te steken. En dat is goed dat jullie dat niet doen. Maar op deze manier is het toch ook verkeerd, of niet? Nou ja, wie ben ik om dat te zeggen, hè? Amai. Wat een gedoe, zeg. Ik ben er moe van. No, shit. Wat is dan toch gelukt? Ik ben half onder dat bed gekropen. Ik heb ze uiteindelijk kunnen vastgrabbelen om ze van onderuit te trekken. Krijzen en blazen dat hij deed. Het zweet liep van mijn rug. En krabben als zot. Ja, ik heb die valse teef in een doek moeten draaien of ze had me helemaal aan flarden gescheurd. En dat spartel daarbij. Onvoorstelbaar. Uiteindelijk heb ik dan met veel moeite langs een trap naar beneden getrokken. Die probeerde haar langs alle kanten tegen te houden. Als hij daar iets aan overhoudt, gaan we die gewoon een spuitje laten geven. Ja, dan heb ik ze via de hal naar de achterdeur van de keuken gesleurd en opla, trouwens opgezwierd. De razernij stond in haar ogen. Ik hoop, als we terug thuiskomen, dat ze een beetje gekalmeerd is. Het is nu te hopen dat ze straks weer niet op mijn groente kakt, hè. Want dat zijn serieuze drollen en ik kuis dat niet graag op. Ja, anders moet jij me dat maar eens doen. Uit mijn auto! Hey, jongen. Kom hier! Weg. Rare mensen, die buitenlanders. Allee. Maar allee, jong. Heb je dat dan nu van zijn leven meegemaakt? Zo'n agressieve vent. En waarom?